Dus we gaan er onze cursus een keer bij nemen. Ik denk dat we hier ongeveer gekomen waren. Ja, heel kort. We hebben de continue verdeling ingevoerd. Dat was eventjes wennen. Ja. We hebben moeten wennen aan het feit dat, herinner u de kans op een individuele waarneming, dat die nul is. Ja, dat is opmerkelijk. Dat hoeft wat uitleg, maar we hebben dat gedaan. Hè. We hebben dat voldoende gemotiveerd. Dat betekent ook als we een grafiek willen maken van de kansfunctie, kansverdelingsfunctie, dat eigenlijk niet meer echt lukt. Je kunt niet meer gaan zeggen van ik ga die individuele waarnemingen op de x-as zetten en de kansen op de y-as, want ja, alle individuele waarnemingen zijn nul. Dus moet je, om te beginnen krijg je een continue kromme, of een rechte in dit geval. En dus wat je moet doen, is eigenlijk gaan zeggen van we gaan met oppervlakte gaan rekenen. Dat was een beetje het idee, een individuele waarneming heeft dan wel kans 0, maar bijvoorbeeld, denk aan dit voorbeeld, de kans dat het getal een 1, 3 lag, ja, dat was eigenlijk de oppervlakte die zich onder die rechte, dus dit rechthoekje hier, bevindt, en die was dan 2 op 5. Dus op die manier konden we eigenlijk een betekenis geven aan die grafieken. We noemen dat dan ook de kansdichtheidsfunctie en niet meer kansverdelingsfunctie. Ja. We hebben dan een voorbeeld gezien van de lengtes van de 18-jarige meisjes. Dat was vrij duidelijk. We hebben dan hier de kenmerken gezien. Onthoud die kenmerken, die zijn interessant. Ja, ook als je oefeningen maakt, hè. Herinner u. Dat is zo'n kansdichtheidsfunctie, dat die positief moet zijn uiteraard, die continu moet zijn. En dan vooral deze eigenschap. Als ik er eentje mag uitpikken, dat is uiteraard een superbelangrijke eigenschap. Want die zorgt ervoor dat we wel degelijk een echte kansdichtheid hebben. Dus de oppervlakte onder uw kromme, die moet eigenlijk gewoon gelijk zijn aan 1. Hè. Dat is een superbelangrijke voorwaarde. En dan kunnen we kansrekenen gaan invoeren, doordat we eigenlijk gewoon oppervlaktes gaan berekenen onder die kromme. Dus hebben we eigenlijk het integraalbegrip nodig op dat moment. Ja. Oké, dat was een beetje de inhoud van vorige les. Hè. We hebben daar vrij lang bij stilgestaan, omdat ik het wel belangrijk vind dat je de overgang van discreet, herinner u, discreet, maar individuele waarnemingen, naar alle mogelijke waarnemingen continu, die overgang moest duidelijk zijn. Vandaag gaan we ons heel specifiek concentreren op één soort verdeling. Ja. En één, want je hebt heel veel continue verdelingen, maar we gaan voor één soort verdeling, en dat is een normale verdeling. Het woord normaal is goed gekozen. Ja, iets dat wij normaal vinden, is iets dat heel vaak voorkomt. En dat is ook de reden waarom dat normale verdeling komt. Omdat het ook gewoon heel vaak voorkomt. Ja. Het zijn ook die krommen die hier al een keer gepasseerd zijn. Deze, ja, herinner u. Ja. En bijvoorbeeld ook hier, staat hij terug. Het zijn dit soort krommen, die klokcurves, die we een beetje gaan zien. Ik wil u eerst overtuigen van het feit dat die heel vaak voorkomt. Ja. Ik zal u laten zien hoe dat we eigenlijk als we een gewoon dagelijks probleem nemen, en we gaan daar heel wat statistiek mee gaan doen, dat we dat eigenlijk veel sneller kunnen als we een normale verdeling gaan gebruiken. Oké, dus twee dingen. Waar gaan we mee beginnen? Deze tabel, stel u voor. Ik heb 8500 18-jarige jongens bekeken, onderzocht. En wat heb ik gedaan? Ik heb daar in dit geval de lengte van gemeten. Ja, dat is een hele databank vol met gegevens. Nu, wat zien we? Dit is een verhaaltje dat je kent van een, ja, ik denk bij jullie derde middelbaar. Hè. We hebben verschillende klasses. Ik heb er hier 12 gemaakt. Waarin ik die personen ga indelen. Ja, dat zijn de lengtes, voilà. En dit zijn het aantal jongens die zich daarin bevinden. Dat is een zeer duidelijke tabel, dat is geen enkel probleem. Wat kunnen we daarmee doen? We kunnen daar een histogram mee maken. Dus we kunnen die klassen gaan zetten op de x-as. Voilà, dat zijn mijn klassen. En ik kan per klasse, kan ik dus eigenlijk gaan uittekenen hoe hoog die waarneming zal zijn. Alleen, wat gaan we doen? Er is hier alleen iets dat opvallend is. Ja, als ik hier op de y-as zou gaan kijken, dan zou ik hier een vrij grote schaalverdeling hebben. Ja, als ik al die absolute gegevens wil uitzetten, dat is een beetje lastig, dat vraagt wat tijd. Dus je zou het ook natuurlijk relatief kunnen bekijken. Ja, je zou het relatief kunnen bekijken, dus procentueel zou je kunnen zeggen. En wat ik nog meer ga doen, en dat is wel belangrijk, ik ga er eigenlijk voor zorgen dat, kijk goed wat er hier staat, ik ga een histogram maken van die relatieve frequenties, maar zodanig dat de totale oppervlakte van alle balkjes samen gelijk is aan 1. Eigenlijk is dat geen verrassing. Hè? Ik vind niet dat dat een verrassing is als je weet wat, wat ik daarnet heb herhaald, dat we bij normale krommes er ook gaan voor zorgen dat de oppervlakte onder die kromme gelijk is aan 1. Dus als ik die stap wil zetten van die discrete, eigenlijk is dat een discrete verdeling, het is niet echt discreet, maar het is een soort van statistische histogram. Als je de stap wil zetten naar die normale verdeling, dan is het niet onwaarschijnlijk, is het niet onlogisch dat je zegt van we gaan ervoor zorgen dat de oppervlakte 1 is. Nu, hoe doe je dat? Dat is niet zo moeilijk. Hè? Ik ga dat je doen. Ik neem een klasse, ja, bijvoorbeeld, laat ons eens zeggen, de zesde klasse, hier, deze. En dan kijk ik naar het getal dat daarin zit, en dat is die 2100. Oké.
Dus wat gaan we eerst doen? We gaan dat eerst procentueel gaan uitrekenen. Dus ik heb hier mijn rekentoestel openstaan. Dus wat gaan we doen? We gaan die 2100. Ik wil dat procentueel gaan uitrekenen, dus dan moet ik dat gewoon gaan delen door het aantal jongens dat ik in totaal had. Dat waren er 8500. En dan vind ik ongeveer, hier staat het getalletje, 0,247. Oké? Okay? Dus eigenlijk als ik het procentueel uitdruk, dan is die klasse, gaat het over 24%, 24,7% van het totale aantal. Maar wat wil ik nu doen? En dat is een extraatje. Ik wil eigenlijk niet alleen de hoogte van de balk belangrijk maken, maar die balkjes die hebben ook een breedte. En ik wil die breedte ook een rol laten spelen. Die breedte is overal hetzelfde. Die breedte is overal 5. Dat zie je, 5, 5, 5, 5, overal 5. Dus met andere woorden, als ik wil dat die oppervlakte van klasse 6, deze klasse dus, als ik wil dat die 24,7% is, ja, wat moet ik dan doen met dit getal dat zich hier bevindt? Zou je mij dat iemand kunnen zeggen? Hoe hoog moet ik die balk dan maken? Als ik wil dat het oppervlakte van de balk 24,7% is en je weet dat de breedte van je balk 5 is, wat moet ik dan doen met de hoogte van de balk? Ja, uiteraard. We gaan dus eigenlijk dit getal delen door 5. Dus we gaan dat een keer doen. Dus we gaan het getal dat we net hebben bekomen, dus second answer, ja, gaan we delen door 5. En we gaan even kijken wat dat oplevert. Dat levert 0,049. Allee, kom. Laat ons zeggen 0,05 op. We gaan even zien of dat klopt. Klasse 6. Kijk hier. Ja, dat ziet er goed uit, hè. Hier, kijk. Dat is hier 0,04. Dus 0,049. Bijna 0,05. Dat klopt. Zie je? Dus eigenlijk heb ik er nu voor gezorgd. Wat is het idee? Als ik wil weten hoeveel procent van de jongens zit in klasse 6. Ja, het enige dat ik moet berekenen is eigenlijk de oppervlakte van deze balk. Berekenen. En dat is 5 maal het getal dat we net hebben uitgerekend, dat is die 24,7%. Ja? Dus dat maakt het mij eigenlijk vrij makkelijk om op die manier te begrijpen wat er precies onder die kromme of onder dat histogram zich bevindt. Oké, dan gaan we een berekening doen. Ik denk dat dat wel duidelijk is, dat we dat gedaan hebben. Nu, wat gaan we doen? Je krijgt dat gegeven, dat is een kleine oefening. Ik weet, of jullie weten, dat het gemiddelde 180,5 is, dat is gegeven. Hè. Je moet dat niet zelf gaan berekenen. Je weet de standaardafwijking, 7,63. En ik wil de kans inschatten, nu moeten we goed lezen wat er staat, dat een jongen uit dit onderzoek een lengte heeft tussen, kijk nu goed, het gemiddelde min de standaardafwijking en het gemiddelde plus de standaardafwijking. Dus we gaan die berekening doen. Dan is er nog een tweede vraag. Welke meetkundige betekenis kan je aan dit getal geven? Dat gaan we straks een keer gaan bekijken. Nu, laten we eens die berekening doen. Dat is een inschatting. Dus pas op, wat we nu gaan doen, is geen exacte berekening. Hè. We gaan een schatting gaan doen. Dus hoe kunnen we dat nu doen? Wel, ja, x streep min sigma, ik kan dat uitrekenen. Dat is die min die. Dat is 172,87. Nu, we gaan even kijken, waar zitten we dan? 172,87. Dan zitten we, kijk goed, eigenlijk ongeveer in de helft van klasse 5. Juist, hè? Ongeveer in de helft van klasse 5. 172,87. Oké. Okay. Nu gaan we kijken, als we x streep plus sigma uitrekenen, dan zitten we op 188,13. Waar zitten we dan? 188,13, dat is ongeveer de helft van klasse 8. Dus ik zit daar. Nu, je zou kunnen veronderstellen, ja, ik ga die klassen in 2 indelen. Als ik moet een inschatting maken, als ik weet dat er in klasse 5 bijvoorbeeld 1371 jongens zitten, dan zou ik kunnen veronderstellen, ik zeg wel, ik zou, hè, als ik de helft moet hebben, dat ik dan het getal moet delen door 2. Ja, dat zou, dat gaat misschien niet perfect zijn, hè, maar dat is wel een veronderstelling die je kan maken. Hetzelfde met klasse 8. Maar ik heb eigenlijk maar de helft nodig. Hè. Ik zit maar in de helft van de klasse. Ik ga maar tot 188. Dus is het ook logisch dat ik hier dit getal van die klasse 8 ga delen door 2. Dus als ik de berekening wil maken van het aantal jongens in deze groep, wat moet ik dan doen? Dan moet ik hier dit eerste getal, dat is het aantal jongens in klasse 5 gedeeld door 2, omdat ik eigenlijk maar de helft van die klasse bekijk. Dat laatste getal is het aantal jongens in klasse 8 gedeeld door 2. De getallen die daartussen liggen, die gaan uiteraard over klasse 6 en klasse 7. Die zitten daar ook allemaal bij. En als ik die allemaal optaal, dan vind ik ongeveer 5580 jongens zitten in die groep. Oké? Okay? Nu, als ik wil weten hoeveel procent dat is, dan moet ik dat natuurlijk gaan delen door 8500. En dan kom ik op dit percentage 65,6%. Oké? Okay? Dus eigenlijk heb ik hier een berekening gedaan.
een eenvoudige berekening. Ik heb gekeken, ja, ik wil de kans uitrekenen dat een jongen uit die klasse, of tenminste een jongen een lengte heeft tussen deze waarde en deze waarde. Hoe doen we dat? Je kijkt hoeveel jongens liggen tussen die twee waarden en je deelt dat door het totale aantal jongens en zo vind je dat in procent. Wat betekent dat meetkundig? Wie zou dat kunnen zeggen? Wie zou mij kunnen zeggen dat getal dat we net berekend hebben, die 65,6%, ik kan dat eigenlijk ook aanduiden op mijn figuur. Maar wat moet ik daarvoor doen? Om dat getal te zien. Ik denk dat we gewoon een nieuw groepje hebben gemaakt van dus waar dat die pijltjes, of dat streepje van de 5 staat tot waar het streepje van de 8 staat. Juist. Inderdaad, dat is al goed gezegd. Dus wat gaan we doen? We gaan twee lijnen toevoegen. Op de 5, dan zitten we in de helft van die klasse. Dus we gaan een keer een ander kleurtje nemen. En we gaan proberen zo recht mogelijk, want het staat er niet echt de lineaal, maar goed. Dus wat kunnen we doen? We kunnen op de helft van die klasse, dus dat wil zeggen dat we eigenlijk op de streep van de 5, dat we die klasse in 2 delen. Oei, oei. Ongeveer, hè. En bij de 8 gaan we dat ook doen. We gaan ook hier die klasse in 2 delen. Dat is al belangrijk, dat we die 2 hebben. En waar vind ik dit getal nu terug, die 65,6%? Je moet goed rekening houden met wat ik hier had vermeld, hè. Ik heb ervoor gezorgd dat de totale oppervlakte gelijk was aan 1. Waar vind ik dat getal dan terug? Wat is dat eigenlijk? Zou dat iemand weten? Die 65,6%, waar staat die op mijn tekening? Ik heb net die twee lijnen toegevoegd. Het blauwe gedeelte? Ja, het is allemaal... Ja. Maar tussen die twee lijnen? Ja, oké, we zijn er. Dus inderdaad, hè, dus al hetgeen dat hier ligt, ja, inclusief die twee stukjes, die halve stukjes die daar liggen, als ik dat allemaal ga berekenen, deze oppervlakte, ja, dan vind ik uiteraard deze kans, die 65,6% terug. Snap je? Dus dat is eigenlijk meetkundig wat dat betekent. Dus wat valt er op? Ja, het valt op als je dat zo bekijkt, dat is niet zo'n grote inspanning. Hè? Het enige dat we gedaan hebben, is eigenlijk dat een beetje herschaald. Hè? We hebben dat gewoon in een andere schaal gezet. Als je dat nu niet gedaan had, dan ging die grafiek er nog altijd zo uitzien. Dus dat maakt geen verschil. Maar we hebben ervoor gezorgd dat we eigenlijk de redenering die we hier hadden, oppervlakte onder de kromme is kans, dat we die ook hier kunnen volgen. Dus in die zin is dat vrij logisch. Ja? Oké, en nu moet ik even kijken. Hè? Om dit getal te bekomen, die 65,6, heb ik dus heel wat gegevens nodig. Hè. Ik heb die 8500 jongens nodig. Ik heb deze tabel nodig om dat te kunnen maken. Wel, ik beweer dat je nu met je rekentoestel, gewoon puur met je rekentoestel dat nu voor u ligt, dat je datzelfde getal nagenoeg, ik zeg wel nagenoeg, hè, dat gaat niet exact zijn, maar dat je hetzelfde getal kunt terugvinden met je rekentoestel. En dat klinkt raar, hè, want die tabel, voor alle duidelijkheid, die tabel zit niet in je rekentoestel. Hè. Die zit er niet in. Hè. Ik heb die er niet... Hè, ingestoten op een of andere manier. Ik vraag ook niet aan jullie om die tabel erin te steken. Dat is niet nodig. Het enige dat ik nodig heb om dat te doen, dat is de waarde van dat gemiddelde en de waarde van die standaardafwijking. Dat is het enige dat ik ga gebruiken. Al de rest doet er niet toe. Waarom is dat zo? Omdat, als ik een benadering ga doen, we gaan even kijken naar de volgende pagina. Kijk goed. Ik heb hier hetzelfde histogram staan, maar ik heb een benadering gedaan met een normale kromme. En wat stel je dan vast? Dat is een verhaal dat je een beetje kent. Hè. Dit is een normale kromme. Ja, dat is iets dat in uw rekentoestel zit. Ik ga je straks tonen waar dat precies zit. Ik heb deze waarden ingegeven in mijn rekentoestel, het gemiddelde en de standaardafwijking. En dan krijg ik een grafiek die er zo uitziet. Ja, dat is mooi, hè? Dat sluit mooi aan bij die blauwe grafiek. Ik zie hier en daar wel fouten. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb hier wat oppervlakte te weinig en te veel, maar die twee compenseren elkaar een beetje. Dus in die zin, ja, we kennen dat verhaal, dat is een vrij goede benadering. Nu, de vraag is nu, waar vind ik die 65,6%? Nogmaals, ik zeg een benadering daarvan. Waar vinden we die terug op ons rekentoestel? Nou, dat ga ik u een keer tonen. We gaan ons rekentoestel erbij nemen. Wat gaan we doen? We gaan dat iedere keer leegmaken. Dat is nu niet meer zo belangrijk dat we dat gaan zien. Maar we gaan eigenlijk op dit moment proberen deze kromme die hier staat, die gaan we een keer proberen te gaan tekenen. En we kunnen dat doen met ons rekentoestel als volgt. Dus we gaan naar... of ik ga eerst die berekening doen, sorry. De tekening is voor straks, laat ons eerst gewoon de berekening doen. Nu doen we dat second distribution, even meevolgen. We hebben dat al een keer gebruikt, die second distribution, die binom CDF, binom PDF, die stonden daaronder. Maar je ziet nu ook daaronder staan, bij de eerste, dat zijn dus belangrijk, hè, normal PDF en normal CDF. Nu, als je wil rekenen, dan moet je het
tweede nemen, normal CDF, en we gaan die even enteren. Oké, en dan staat er hier bij mij, wat wil je als ondergrens, wat wil je als bovengrens? Lower, upper. De lower is de ondergrens, de upper is de bovengrens. Wat wil je als gemiddelde? Mu. Wat wil je als standaardafwijking? Dus we gaan deze gegevens een keer gaan invullen. Dat is de bedoeling. Dus ik zie wat dat oplevert. Hè. Wat is mijn ondergrens? Ja, nu moet ik even terug. Hè. Ik weet dat nu niet meer van buiten, uiteraard. Maar mijn ondergrens, ik ga een keer gaan kijken, die had ik berekend. Dat was mu min sigma. Weet je nog? Dus die was 172,87. Dus we gaan die invullen. Dus hier komt 172,87. En dan gaan we naar beneden, dan gaan we de bovengrens invullen. Nu, wat is de bovengrens? Die was mu plus sigma. En dat was 188,13. Dus we gaan die ook een keer invullen. 188,13. Oké, dan moeten we ons gemiddelde invullen. Nu, wat was ons gemiddelde? Dat was 180,5. We hadden een gemiddelde van 180,5. En we hadden een standaardafwijking van, als ik me niet vergis, 7,63. Dat klopt. Dus hier komt 7,63. En dan kunnen we dit plakken, paste. Oké, en dan krijgen we dit resultaat. En dan gaan we even enteren. En wat stellen we vast? Kijk goed. We vinden een percentage. Ja, dus als ik deze normale kromme volg, ja, deze kromme, die hier zit, en ik gebruik die als benadering, dan vind ik 68,3%, laat ons zeggen. Ja, ik hoor u nu denken van, oei, meneer, daar is er wel een eind van, hè. Dat is zwaar, dat is er een eind van, maar je moet u herinneren, als je statistiek doet met grote getallen, met grote aantallen, dan werk je met benaderingen, en dan bekom je percentages die uiteraard niet exact zijn. Ja, je zit altijd ergens in de buurt. Ja, je moet maar een keer nadenken over onze huidige maatschappelijke context, met het coronavirus, daar zijn we met grafieken en cijfers naar onze kop geslingerd, waarvan dan we ons ook kunnen afvragen, ja, wat is er correct en wat is er niet correct? Sommige cijfers zijn gewoon benaderingen ook en zijn verre van correct. Dat geldt ook hier, hè. Er is een reden voor, hè, omdat je hier wat onzekerheid hebt. Het bijzonderste is dat we zien, dat ligt wel in de buurt, hè, 65,6%, 68%. En het grote verschil is, ja, ik heb dat gewoon opgebouwd, die 68%, op basis van twee gegevens. Mu en sigma. Al de rest hebben we niet nodig. Dus heel die tabel hebben we niet nodig. Waarom? Omdat ik weet dat de lengte van jongens typisch normaal verdeeld is. En typisch zo'n kromme zou volgen. Oké, is dat een beetje duidelijk? Dat we dit voorbeeld hebben laten werken. Ça va? Leuk voorbeeld om te laten zien hoe dat de leerstof van derde middelbaar eigenlijk. Hè. Je hebt toen standaardafwijkingen en gemiddelden gezien. Hoe dat dan nu eigenlijk ja, aansluit bij het begin van het zesde. Hoe dat je zegt, van, oké, we kunnen dat benaderen met normale verdeling en dat wordt eigenlijk veel makkelijker. Dus eigenlijk, het goede nieuws is, eigenlijk zitten al die verdelingen, al die normale verdelingen, die zitten in uw rekentoestel. En het is maar goed ook, hè, mensen. Want je moet een keer kijken. Stel je voor, je kunt je afvragen, ja, zo'n functie heeft een voorschrift. Hè. Dat moet een voorschrift hebben, dat kan niet anders. Wel, het voorschrift van die functie, dat valt enorm tegen, hoor. Kijk, het staat hier. Dit is het voorschrift van zo'n normale verdeling. Je moet dat een keer goed bekijken, je moet dat niet van buiten leren, hè. Dat is niet de bedoeling, je moet dat niet van buiten leren. Maar het is wel een heel mooi voorschrift. Het is bijna geschiedenisles nu. Hè. Want er staan daar mooie getallen in. Er staan daar twee mooie getallen in die we heel goed kennen. Hè. Ik zie pi staan. Ja, dat is een getal dat je al heel lang kent. Laat ons zeggen van in het zesde leerjaar. Hè. Vijfde leerjaar misschien zelfs al. En een getal dat je dit jaar hebt leren kennen, is uiteraard het getal e. Dat staat daar, hè. Dat is het getal van Euler. Weet je nog, die 2,72 enzovoort. Oké. Okay. Nu, wat zien we nog? We zien uiteraard de veranderlijke, x. En we zien ook twee parameters. Die parameters kennen we, die zijn mu en sigma. Ja, die zijn mu en sigma. Dus we weten dat die twee parameters, mu en sigma, uiteraard een rol gaan spelen. Dus het voordeel van je rekentoestel is, ja, je moet, stel je voor dat je iedere keer moet dit voorschrift gaan ingeven. Dat is dus niet nodig. Het enige dat je moet ingeven, dat ga ik u straks laten zien, om bijvoorbeeld ook deze tekening te bekomen, is eigenlijk de mu en de sigma. En hij gaat voor jou die tekening kunnen maken. Ja. We noemen mu het gemiddelde. Ja, nogal logisch, hè. Ja, denk aan mijn verhaal van de jongens enzovoort, hè, van de lengte. En we noemen sigma uiteraard de standaardafwijking. Ook dat is geen verrassing. De notatie die gaat als volgt. Norm mu sigma.
Ja. En dus, ja, logisch ook die notatie. Je hebt maar twee dingen nodig. Mu en sigma. Al de rest is overbodig. Hè. Al de rest bevindt zich in je rekentoestel. Dat voorschrift, nogmaals, je moet dat niet van buiten leren. Ja, we gaan er wel straks een paar berekeningen mee doen. Maar eigenlijk is het belangrijk dat je weet van dat voorschrift dat bestaat. Ja, het zit daar een pi in, het zit daar een e in. En vooral, dat zit in mijn rekentoestel. Als ik mu en sigma ingeef, dan kan ik dat door mijn rekentoestel laten tekenen. Nu, je kunt je de vraag stellen, die mu, die sigma, hebben niet bepaalde invloed. Ja, bij mu is dat heel makkelijk. Kijk, ik heb hier drie figuurtjes gemaakt. Ik ga ze iets groter maken, dat je het ziet. Wat heb ik gedaan? Kijk goed, ik heb in het rood norm min 4,1. In het zwart norm 0,1. En in het blauw norm 5,1. Ja, dus dan is het wel duidelijk, hè. Welke transformatie zit hierin? Hoe zou je dat noemen? Waar zorgen verschillende waarden van mu voor? Wat soort transformatie is dit? Verschuiving over de x-as. Ja, dat is een horizontale verschuiving uiteraard. Dus blijkbaar is die mu belangrijk, hè, voor de horizontale verschuiving. Dus je kan dat hier bijschrijven, dat zal ook in het modelantwoord staan, of in de oploste versie. Die mu die zorgt voor een horizontale verschuiving. Nu, waar bevindt ze zich dan precies? Ja, nogal evident, uw mu die gaat zich weer bevinden op die piek. Hè. Dat is niet onverwacht, want als je een keer helemaal terugdenkt, en je denkt aan discrete kansverdelingen, die EX, die verwachtingswaarde, weet je nog, dat was ook mu. En waar vonden we die mu terug? Ja, ter hoogte van de piek. Weet je nog? We vonden die exact op de hoogte van de piek. Maar dat is hier ook zo. Dus je zou kunnen zeggen, in elk van deze voorbeelden, hè, zou je eigenlijk kunnen een lijn gaan bijtekenen, mag dat gerust doen, door de piek, hè, zo op deze manier. En je zou dus kunnen onderaan, als dat een mooie lijn is, bij mij is dat een beetje krom natuurlijk, maar overaan zou je overal kunnen die mu gaan toevoegen. Ja, want dit geeft mij net het gemiddelde. Dus in mijn eerste voorbeeld zou mijn mu min 4 zijn. Ja, dat is natuurlijk een irreëel voorbeeld, maar goed, dat maakt niet uit. Hier is je mu gelijk aan 0 en hier is je mu gelijk aan 5. Oké? Okay? Als we dan een keer kijken naar de standaardafwijking, wat is de invloed daarvan? Ja, we gaan even kijken. Voilà. Ik heb er hier ook drie gemaakt. Ik heb er eentje gemaakt norm 0,2. Ik heb er eentje gemaakt norm 0,1. En ik heb er eentje gemaakt norm 0,1 tweede. Oké, okay, wie valt samen? Welk soort transformatie zit hierin? Waar zorgt die sigma voor? We hadden voor mu horizontale verschuiving. Wat is dit? Dit ken je ook hoor. Dit ken je ook. Een uitrekking. Ja, juist. En op, in welke zin, in welke richting? Een, horizontaal. Nee. Ik zou eerder zeggen verticaal. Maar eigenlijk, horizontaal zou je ook kunnen zeggen. Het is eigenlijk niet echt fout wat je zegt. Nee, sorry. Het is eigenlijk juist wat je zegt. Ja, het is eigenlijk juist. Maar je zou kunnen zeggen, van als ik aan die rode trek, dan krijg ik aan natuurlijk in die blauwe, dat klopt. Nu, op dezelfde manier zou je ook kunnen zeggen, als je duwt op die rode, dan krijg je ook die blauwe. Ja. Dus nee, je hebt gelijk. Ja, je kan het op twee manieren bekijken. Horizontale en verticale uitwerking, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit dat je het bekijkt. Dus, hier zou je kunnen invullen de input van sigma. Dat is een verticale of horizontale, meestal zeg maar een verticale uitwerking. Ik heb een interessante vraag hierover. Zoals je ziet, moet je goed kijken. En ja, ik probeer een antwoord te geven op deze vraag. Hè. Als je die rode bekijkt, die heeft gemiddelde mu en die heeft standaardafwijking 2. Die blauwe die heeft hetzelfde gemiddelde. Die heeft gewoon een kleinere standaardafwijking. Nu, een kleinere standaardafwijking, dat betekent dat je spreiding verkleint. Oké, okay, want standaardafwijking, dat gaat over spreiding. Hè? Dus inderdaad, je kunt je dat voorstellen, dat je daarop duwt op die kromme. Horizontale uitdrukking, je duwt erop. En dus die spreiding die wordt kleiner. Nu, blijkbaar is het dan ook zo dat je piek veel groter wordt. Hoe zou dat kunnen komen? Waarom zou het niet zo zijn? Er zijn soms leerlingen die denken... Ga ik proberen iets te tekenen. Maar er zijn soms dingen die denken, ja meneer, allez, als je nu een kromme hebt, ja, die een bepaalde vorm heeft, zo'n klokcurve, die zoiets doet, ja, die heeft een vrij grote spreiding, zou je kunnen zeggen. En dan zijn er leerlingen die denken, als ik die spreiding kleiner maak, waarom krijg ik dan eigenlijk niet gewoon, ja, sorry, het is eigenlijk niet de bedoeling dat hij nu gekleurd is, dus we gaan even hier, zo waarschijnlijk. Nu gaan. Ja, waarom krijg ik niet gewoon dit? Ik heb mijn best gedaan, hè? Zoiets. Soms zijn er leerlingen die denken van, ja, dat moet... Als die spreiding kleiner wordt, waarom wordt die een piek dan hoger worden? Waarom wordt die niet gewoon, blijft die niet gewoon even groot? Dus dit op de halve vlakte nog steeds even blijven.
En die oppervlakte. Sterk. Zeer, ja. Zeer goed. Ja, mooi. Zeer goed, Wodan. Ja, mooi. Inderdaad, hè. Uw oppervlakte onder uw krommen moet 1 zijn, hè. Als jij zegt van, ik ga die rode, ik ga daar mijn standaardafwijking gaan verkleinen, mijn spreiding verkleint, ja goed, dan moet die piek wel omhoog gaan, want die oppervlakte moet 1 blijven, anders gaat die oppervlakte verkleinen, wat natuurlijk niet kan. Dat is een wiskundige uitleg, die perfect is. Ja. Nu, er is ook een zeer logische uitleg, hè. Wie zou dat kunnen geven? Er is ook een zeer logische uitlegging waarom dat die piek groter moet worden. Probeer ik je na te denken in termen van bijvoorbeeld een toetswiskunde, ik zeg maar iets, waarbij je een bepaald gemiddelde haalt en er is een grote spreiding. En stel je nu voor dat die spreiding veel kleiner is. En dat gemiddelde hetzelfde is. Wat zou dat dan betekenen voor de resultaten van die toets? Dat iedereen veel dichter bij het gemiddelde scoort. Knap. Je ziet dat wel lukt, hè. Jullie zijn slimme gasten, hè. Zeer goed, ja. Prima. Uiteraard, hè. Eigenlijk, je zou kunnen, om het helemaal een beetje kinderlijk uit te leggen, zou je eigenlijk, maar het wordt soms zo gedaan, hè, zou je eigenlijk onder die normale krommen, ik heb hier nog wel wat mooie tekeningen, hier bijvoorbeeld, je zou onder die normale krommen koppeltjes kunnen tekenen. Ja, dat is een ventje, dat is een ventje, dat is een ventje, dat is een ventje. En je zou kunnen zeggen van, het zit daar overal koppeltjes onder, hè, mannetjes of meisjes, dat maakt niet uit, overal. Overal zitten daar mannetjes onder. Oké? Okay? En bijvoorbeeld, je weet onder die normale krommen, als er 100 mannetjes meedoen, ja, want je weet dat de som 1 is, dus het is niet onlogisch om zo te rekenen, dan zou je kunnen zeggen dat er 100 van die koppeltjes zijn. Natuurlijk, als om een of andere reden uw spreiding verkleint, dus als je standaardafwijking afneemt, ja, er moeten er wel nog altijd evenveel koppeltjes onder die krommen zitten. Hè. Er gaan altijd over evenveel personen, het is niet dat er personen weg zijn. Dus wat moet er dan gebeuren? Ja, dan moet iedereen zich opstapelen rond die piek. Dus dan moet je meer resultaten hebben rond je gemiddelde. Dus dat is de reden waarom dat er in dit geval, hè, het is dat die piek zo omhoog springt. En dat is wel belangrijk om dat te onthouden, dat dat op die manier werkt. Oké. Okay. Is dat duidelijk? Eigenlijk 2 verklaringen om uit te leggen waarom we daar op die manier die mu en die sigma kunnen zien. Dus onthoud, mu zorgt voor een horizontale verschuiving, sigma voor een verticale uitrekking. Ja, en vergeet dus niet dat die piek ook een pak groter zou worden. Oké, okay. Hoe ziet dat er dan uit? Ja, ik heb hier al wat tekeningen gemaakt, misschien moet ik die even terug wegdoen. Dus tonk, 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 sorry. Als die dat we een keer goed zien. En dan kunnen we de algemene vorm een keer geven. Ja, dus eigenlijk, dus hier zit ons gemiddelde, daar hebben we al zegt, kijk nu goed, als ik een standaardafwijking afwijk, ik heb dat eigenlijk al een keer gedaan, hè? Ik heb dat hier gedaan, hè? Hier heb ik een standaardafwijking, hè, afgeweken, herinner u in dit voorbeeld. Maar als ik dat doe op mijn continue kromme, dan kom ik zo, dan vind ik hier 2 speciale punten. Kijk, hier, dat is een speciaal punt. Hoe noemen we dat, wiskundig gezien? Wie weet dat nog? Jullie kennen dat. Heeft een naam in wiskunde. Punt. Sorry, iets luider. Een buigpunt? Ja, dank u wel. Inderdaad. Dus, makkelijk weer om te onthouden, als je 1 standaardafwijking afwijkt, dan zit je aan het buigpunt in je kromme. Ja? Mensen, de terminologie buigpunt was ook de afgelopen maand super actueel. Hè? Ja, dat is echt zo interessant om als wiskundige dat ook te volgen. We zijn eind maart, zaten we bij de corona-epidemie in deze fase. Hè? In de, laat ons zeggen, de holle fase, waarbij dat eigenlijk het aantal besmettingen ongeremd aan toenemen was. En we verlangden echt waar, en dat was heel belangrijk, we verlangden totdat we eigenlijk in dat buigpunt kwamen. Want in dat buigpunt, daar zal de snelheid waarmee dat uw besmettingen toenemen maximaal zijn. Maar vanaf dan zitten we in de bolle fase en zal dus die snelheid alleen maar afnemen. Met andere woorden, er zullen nog altijd toenames zijn, maar de snelheid waarmee dat gebeurt, die zal geleidelijk aan gaan afnemen. Dat was een van de doelen, herinner u, de periode eind maart, begin april, toen dat we dichter en dichter bij deze piek kwamen. Dus je ziet die leerstof eigenlijk ook hier nog een keer mooi toegepast, vind ik. Wat stellen we nog vast? Als we blijkbaar 2 standaardafwijkingen afwijken, dan zitten we al daar. Dat is al ver, hè? Dan hebben we bijna alles. Als we 3 afwijken, dat vind ik het meest opvallend in deze grafiek, als we 3 afwijken, dan hebben we bijna alles. Ik zeg wel bijna alles, hè? Want eigenlijk loopt deze grafiek aan de linkerkant, loopt die eigenlijk oneindig door, ja, naar links. Theoretisch dan, hè? In de praktijk gaat dat wel niet zo zijn, uiteraard, bij een voorbeeld dat we gaan
straks bekijken misschien. En ook aan de rechterkant gaat hij in principe oneindig veel doorlopen. Maar we zien als we 3 standaardafwijkingen afwijken, dat we toch heel wat hebben kunnen overdekken van de gegevens. Oké, tot hier? Dank dat wel. Oké. Ik ga je nog 5 minuten boeien en dan gaan we ermee stoppen. Wat wil ik doen? Ik zou nog een keer graag met jullie op uw rekentoestel die dingen laten zien. Kan je deze grafiek, daar heb ik u nog niet laten zien, hè, kan je die gewoon op uw rekentoestel laten verschijnen? Ja, dat kan. Dus dat gaan we u laten zien. We gaan dat op deze manier doen. We gaan dat straks bekijken. Iemand die mij een verklaring heeft. Goed kijken. Hè. Van waar komt de X-min? Staat daar 85. Hoe zou dat komen? Goed kijken naar uw gegevens. Die staan hier. Als je 3 keer je standaardafwijking opzij gaat, heb je bijna alles. Ja, we zijn er. Zeer goed. Goed gevolgd, hè, mensen. Ons gemiddelde was 100 en standaardafwijking was 5. Het gaat over dit voorbeeld. Het staat daar onderlijnd. Dat betekent dat als je 3 standaardafwijkingen naar beneden gaat, dan zitten we op dit punt. Hier. Dus dat is goed, hè, want dan heb ik bijna alles. Dan ga ik een goede grafiek hebben. Als je 3 naar boven gaat, hetzelfde verhaal. Dan zit je daar. Dus dan moet het in elk geval oké zijn. De schaal die is 1. Ja, dat is geen enkel probleem. De i-min is 0. Ja, logisch. Wat is een positieve functie, Henry? Ja. En dan is er nog iets eigenaardigs. Er staat hier i-max. 0,08. Dat gaan we moeten verklaren. Van waar komt dat? Dat is iets moeilijker. Moet je meevolgen met mij? Van waar komt dat? We gaan een keer terug naar ons voorschrift. Ik had u gezegd, we gaan er wel iets mee doen. Dus ik ga een keer terug naar dit voorschrift. Oké. Stel... Goeie vraag nu, hè? Goed nadenken. Stel dat ik de hoogte van mijn kromme zou willen berekenen. Dus hoe hoog die kromme komt. Hoe kan ik dat dan doen? Op een zo eenvoudige mogelijke manier. Met de afleiden? Ja. Je zou kunnen zeggen van ik ga dat afleiden. Ik ga dat afleiden, ik ga dat gelijk staan aan 0. Ik bekom de x-waarde waarvoor er een maximum is. Ik vul die x-waarde in en ik vind de y-waarde die daarbij hoort. Oké, we gaan dat niet doen. Dat is een leuke oefening. Moet dat maar een keer thuis doen. Als je echt niet weet wat je gedaan, moet dat maar een keer doen. Dat klopt perfect. Maar ik ga dat niet doen. Waarom niet? Omdat ik je eigenlijk al gezegd heb waar dat die piek het grootst, of waar dat maximum wordt bereikt. Hè. Voor welke x wordt dat maximum bereikt? 100. Daar heb ik niet verstaan, sorry. 100. Ja, 100. In mijn voorbeeld 100. En het algemeen mu. Juist, hè? Dus wat gaan we een keer doen? We gaan een kleine berekening doen. Ik ga gewoon een keer f van mu gaan uitrekenen. En als ik f van mu uitreken, ja, dan moet ik eigenlijk inderdaad de hoogte van die kromme vinden. Hè? Nu, ik ga dan een keer doen, hè? Wat gebeurt er met dit stuk als x gelijk is aan mu? Dat wordt 1. Juist. Dus met andere woorden, wat schiet erover? Ja, bijna niets. Hè? Wat schiet erover? Er schiet over. Kijk goed. Het eerste stukje, 1 over sigma wortel 2 pi. Of als je dan nog iets anders schrijft, schiet er eigenlijk dit over. Hè? Dus 1 op wortel 2. Dat is al iets technisch moeilijker. En dan vaststaan, hè? Zelfs na het weekend valt nog mee. Gedeeld door sigma. Dat is hetzelfde, hè? Hetzelfde als 1 op wortel 2 pi gedeeld door sigma. Nu moet ik goed kijken. Ik ga een keer 1 over wortel 2 pi berekenen. Ik pak mijn rekentoestel. Ik ga 1 delen door de vierkantswortel. Waar staat dat er ergens? Daar, hè. Van 2 pi. Ja, ik kan dat uitrekenen, hè. Hoeveel is dat? Dat is ongeveer 0,4. Oké? Dus met andere woorden, als ik dat onthoud. Ik onthoud dat, hè. 0,4. Als ik 0,4 deel door sigma, dan vind ik de hoogte van mijn piek bij benadering. Wel nu. Kijk hier. 0,4 gedeeld door 5. Want 5 was de waarde van sigma. Die levert inderdaad 0,08. Dus misschien moet ik erbij schrijven hier. Hè. Hoe vind je de hoogte van die piek? Eigenlijk kan je dat gewoon onthouden. Leuk voor me. Dat is niet zo moeilijk. Hè. Je onthoudt gewoon. Je doet 0,4 bij benadering. Hè. En je deelt dat door sigma. En op die manier vind je de hoogte van je piek. Dat geldt dus altijd voor eender welke normale kromme. En dat heb ik dus ook hier gedaan. Ça va? Gaan we een keer proberen? Gaan we een keer tekenen? Dus nu moet dat lukken, hè. Dus we gaan dat een keer doen, hè. Dus we gaan hem een keer bijnemen. En dat is het laatste, mensen. Dan stoppen we. Dus we gaan hem er een keer bijnemen. Dus dat betekent, we moeten naar ons IS-scherm. Zo.
Nu moet je goed kijken, hè. Dus wat gaan we doen? We gaan second distribution. Maar nu wil ik tekenen. Dus daar staat, daar moet je de norm op PDF gebruiken. CDF is om te rekenen, calculate. PDF is om te tekenen, plot, hè, vandaar. Dus we gaan die aanduiden. Ja, de veranderlijke is gewoon x. Dus daar ga ik gewoon x aanduiden, dus x. Voilà, dus gewoon die x volstaat. Het gemiddelde, dat was 180 in mijn voorbeeld. En de standaardafwijking was 5. En we gaan dit plakken. En dan krijg ik dit. Oké? Okay? Er is iemand zijn microfoon die opstaat en ik hoor van alles. Dus misschien moet je die afzetten. Dat is iets nuttiger. Anders verspringt het filmpje straks constant. Vandaar. Dus ik vind dit als voorschrift. Normo PDF X105. Maar nu niet vergeten, we moeten het window instellen. Want als je nu gaat... Gewoon plotten ga je niet zien. Hè? Dus we gaan kijken naar het window. Window, hier dus. Wat was dat nu weer? Ja, ik weet dat nog redelijk goed. Dat was 85. Herinner u, 100 min 3 keer 5. Hè? Want dan hebben we alles. 115. Symmetrisch uiteraard, dus vandaar 115. De schaal was 1, de minimumwaarde voor i was 0. En die maximumwaarde, dat was, dat gingen we net berekend dan, dat was 0,08, als ik mij niet vergis. De rest, schaal enzovoort, daar mag je afblijven, dat is geen enkel probleem. Dus hier mag je graph gaan doen en kijk hier, je krijgt perfect die normale kromen terug. Is dat een beetje gelukt? Hebben jullie een beetje kunnen volgen? Mocht je rekentoestand nu niet bij hebben, dan kunnen we dat straks natuurlijk ook thuis een keer proberen. Maar het is wel mooi om te zien dat dit wel op de goede manier klopt, hè? Uiteraard. We kunnen nog deze twee bolletjes hier afwerken. Dat moet ook nog wat te doen zijn, denk ik. De kansberekening. Een kans berekenen. Dat is op zich niet zo lastig, hè? Dat was door middel van die normal CDF. Zie je? Bijvoorbeeld, ik wil hier de kans dat x... minstens 105 is, stel je voor dat het een IQ-test is. Je wil weten, wat is de kans dat het IQ minstens 105 is? Ja, ja, dan staat er hier een raar getal. 10 tot de macht 99. Wat zou dat betekenen in mijn theorie? Wat zou dat willen zeggen? Oneindig. Ja, hè. Eigenlijk staat daar plus oneindig. Maar plus oneindig op je rekentoestel, ja, goed, dat bestaat niet uiteraard. Dat zit er niet in, hè. Vandaar... Ja, je pakt het getal dat het grootste getal je kunt voorstellen. Dat is 10 tot de macht 99. Hier staat uw gemiddelde, mu, let op de volgorde. Eerst mu dus. En daar staat uw standaardafwijking, sigma. Ja. En bijvoorbeeld, dan kom je uit dat dat 16% is. Je kunt zelfs die arcering zien. Dat is een extraatje, ik wil dat wel een keer tonen. Dus hoe doen we dat? Dat is via de shade norm. Dus we gaan dat een keer doen. Kijk, we hebben deze grafiek nog staan, denk ik. Hè. Dus ik ga opnieuw een keer naar second distribution gaan. Maar nu wil ik tekenen. Dus ik ga draw nemen. Draw. En ik neem het eerste, shade norm. De lower bound, dat was, als ik mij goed herinner, 105 in mijn voorbeeld. De upper bound, die was 10 tot de macht 99, want het was oneindig hier. Dus het gemiddelde was 100. En de standaardafwijking was 5. Juist, hè. Color is blue, voor mij is dat goed. En dan kun je enteren. En nu moet je kijken, je krijgt hetzelfde. En hij gaat zelfs voor u, voilà, zie hem maar gaan, gaat hij dan een keer mooi gaan arceren. En hij berekent ook de area. Dus daar berekent hij het resultaat, die 16% bijna, die staat ook daar terug. Dat is een leuk extraatje, mensen. Ben je daar iets mee in de praktijk? Nee, hè, zit daar niets mee. Hè? Dus het is wel leuk om een keer te zien, maar op zich ben je daar niet zoveel mee. Hè? Maar goed, het is maar dat je het weet. Wat hebben we dan nog? Het omgekeerde verhaal. Ja, en dat is door middel van deze inf-norm. Dat moeten we misschien ook nog een keer bekijken. Dat is het laatste. Wat wil je dan doen? Wel, eigenlijk wil je ervoor zorgen. Je moet dan een keer goed lezen. Dus ik heb hier deze kromme. Dat was mijn normale kromme. Dat wil zeggen, dat kan daar een keer teken. Ik heb hier mijn gemiddelde. Dat is die mu. Ja, dan weet je natuurlijk dat er 50% links zit en 50% rechts zit. Hè, omwille van de symmetrie. Nu, wat wil ik hier doen? Ik wil eigenlijk gaan zeggen van, kijk, voor welke waarde van x, dus waar ergens, ik zet daar een x die ik eigenlijk op dit moment aan het zoeken ben, voor welke waarde van x zet hier in die staart een bepaald percentage? En in mijn voorbeeld, hier in deze oefening, wens ik eigenlijk dat die staart, dat die 88% groot is. Zie je dat? Ik wens een staart van 88% groot. Merk dus op, het is altijd aan de linkerkant. Dat is belangrijk. Dat is altijd aan de linkerkant. Dus je wil dat deze oppervlakte 88% is. En je stelt je dan de vraag, vanaf of voor welke waarde, tot welke waarde moet ik dan gaan? Dus eigenlijk, als het gaat over IQ, zou je kunnen zeggen, wat is het
maximale IQ van de 88% minst intellectuele mensen, zou je kunnen zeggen. Ja? Of je zou kunnen zeggen van, als je de 12% slimste bekijkt, ja, wat is het minimale IQ? Dus wat is het minimale IQ dat je moet hebben om bij de 12% slimste te zitten? Of anders gezegd, wat is het maximale IQ dat je moet hebben om bij de 88%, ja, domste is een slecht woord, maar ik zal het toch maar zeggen, domste te zitten. Snap je dat? Dus dat is eigenlijk wat je hier kan mee berekenen. Dat is met die INF-norm. Er is een vraagje, zie ik. Jana? Het was gewoon dat de grafiek er bij mij echt gewoon platgedrukt uitziet. En ik heb mijn window helemaal juist gezet, denk ik. Ja. En heb je je window, vergelijk nog een keer correct met het window dat hier staat. Het is 85, 115, 1, 0, 0,08 enzovoort. Staat dat er allemaal in? Ja. Ja. En ga ik naar uw IS editor. Staan daar nog andere functies in? Nee. Staan geen andere in? Misschien kan ik u nog één ding zeggen. Als je op stad... Wacht, hè. Ja, hier. Doe een keer second stadplot. Hier, second stadplot. En zou het niet kunnen zijn, Jana, dat er bij jou een aantal van die plots aanstaan? Oh, ik vind het niet. Second. Second stadplot. Zo. Zou het niet kunnen zijn dat er bij jou hier een aantal plots aanstaan? Hoe zie je dat? En wel, dat er hier om staat. Nee. Die staan allemaal af. De laatste stond aan. Dus wat je moet doen is... Wat je sowieso een keer moet doen... Dus moet je dat allemaal een keer doen, is gewoon op vier plots of. Alles afzetten. En dan moet je een keer terugkijken of dat nu in orde is. Maar ze stonden al af. Ja, dus het is niet veranderd? Nee. Tjoe. Dan kan ik het niet meteen verklaren. En is uw... Well, we gaan niet te lang ermee bezig zijn, uiteraard, want het is al vrij laat. Maar is uw window ook... die X, staat die X er ook? Hier, X? Ja. Heb je die niet vergeten? Heb je normaal PDF genomen? Ja. Dus allemaal ja. Ja, dan kan ik u voorlopig van op afstand niet ja. Ja, maar fijn. Het is niet dat het zo belangrijk is dat je die grafiekjes kunt maken, maar ja, er moet toch ergens een... Enfin. Ik wou je nog dit tonen, hè. Bekijk het nog een keer, Jana, en moest je dan volgende les... We kunnen misschien nog een keer op terugkeren, hè. Ik wou je nog tonen welke waarde van x moet ik hier kennen om ervoor te zorgen dat er 88% links zit. Dat is niet moeilijk, dat ga ik u nog tonen. We doen dat via infnorm, dus we gaan opnieuw naar second distribution. En we kiezen nu voor de derde, dus we hebben ze dan alle drie gebruikt, hè. Dus dat is goed. Infnorm. Wat willen we? Area. Wat is de area? 88%. Onthoud, het is altijd links. Je kunt niet rechts instellen. Dat moet je onthouden. Dat gaat niet. Ja, dat is ook niet nodig. Ja, we gaan de volgende les uitleggen dat dat komt. De mu was 100. En de standaardafwijking was 5. En als we paste doen, dan moeten we er zijn. Ja. Ja, je heeft natuurlijk een fout bij mij, omdat mijn plots of hier nog stonden. Dus ik ga het nog een keer doen. Sorry, second distribution. Maar het staat normaal gezien nog alles erin. Hè. Het zou moeten. Ja. Dus paste... Zo, en nu zou het er moeten komen. Voilà. Dus ik zie, bij een IQ van 105,87, ja, als ik dat IQ heb, dan zit ik eigenlijk bij de 12% slimste. Dat is de ondergrens voor de 12% slimste. Dus ongeveer een IQ van 106. Oké? Dat zijn eigenlijk de drie basic commando's die we de komende lessen nog gaan gebruiken. Ik ga hier afronden, mensen. Dat was ruim voldoende, denk ik. We gaan de volgende keer, kijk, je ziet het al, hè, we gaan beginnen met de oefeningen. Hier zijn er ook nog wat oefeningen, maar die oefeningen zijn eigenlijk allemaal niet zo moeilijk, hoor. Er is misschien één uitzondering, de oefeningen die op de toelatingsproef worden gesteld. Ja, die gaan we toch ook behandelen. En die zijn wel een pakje moeilijker, die laatste twee oefeningen, 7 en 8. Daar gaan we het ook zeker nog over hebben. Dus, en dat is voor woensdag dan, hè.